laatste en een huiskamervraag. Wie is dit? Een bekend Amsterdammer. Hij moet er nu zelf om lachen. Want Peter Post toen ziet er nu zo uit. En hij was er dus ook. Iedereen was er vandaag in Amsterdam. Ook Cor Schuring, derde bij de Olympische Spelen van Tokio. Want Harry Mater had gezegd, wij gaan een wedstrijd organiseren in Amsterdam. Frans Maassen, Atje Wijnands, Steve Larsen, de Amerikaan, en een man uit Noorwegen, Dag Otto Lauritzen, aan het vertrek met Luc Colijn en Michel Legrand. Ja, Erik Breuking was er ook. En Peter Pieters. En Jelle Nijdam. En Marco van der Hulst. En uit Duitsland Olaf Ludwig. En ook ik ben ook de enige Amsterdamse beroepsrenner nog. Een uitsterren van het ras in Amsterdam. Maar ik weet niet wat dan ligt. Maar het trekt bij de jeugd niet, denk ik. En ook geen grote wedstrijden. Dus dan moet zo'n wedstrijd als vandaag jou wel aanspreken. Ja, daarom. Kijk, als er meer van dit soort wedstrijden in Amsterdam zijn, dan komen we er vanzelf. Kijk, er zijn jongens langs de kant te kijken. En die vinden dat prachtig. En dan gaan ze misschien als ze 14, 15 zijn ook fietsen. En wie weet wat het dan wordt. Maar ja, ze zien nooit fietsen. Dus ze beginnen er ook niet aan. Dat fietsen was dus te zien. En de grootmeester zelf mag 3 keer schieten. En kijk even naar Breuking. Vroeger luisterde hij naar Post, maar nu blijft hij toch maar even staan. Daar gaan we dan. 12 profrenners voor die wedstrijd die in Amsterdam werd georganiseerd. De Teleport Dernicours. En de hoop is erop gevestigd dat dat ooit een groot criterium, misschien wel het criterium der azen zal worden. Het initiatief is zeer lovenswaardig. We rijden dus met gangmakers. En herkent u hem? Ja hoor, daar zit hij. We zijn dus bij Peter Pieters die achter Bruno Walraven rijdt. Peter Pieters leidt dat pelotonnetje. Hier is Jelle Nijdam die meteen heel hard uit de startblokken ging. Het parcours is lekker, ligt in de buurt van het Sloterdijkstation. En daar rijden we dus rondjes met die 12 man. De Dernie is iets wat we nauwelijks meer kennen. De gangmaker moet meetrappen. De snelheid ligt constant boven de 50. U ziet Breuking met zijn mooie stijl. We zien Colijn rijden, we zien Cornelissen daar van voren, Atje Wee is er, Dag Otto Lauritzen. En kijk even naar de rust die Breukink uitstraalt. Hij is goed in vorm en deze wedstrijd past hem lekker. Goed snelheid maken. En dan hebben we een Amsterdammer in de koers, u hoorde het. Cornelissen is een vechtersbaas die voor de La William ploeg in België rijdt en die graag wat aan het Amsterdamse publiek van vandaag wilde laten zien. Het is een kunst, niet iedereen verstaat het. Je kruipt achter die motor, dit is Luc Colijn. Ploeggenoot van Cornelissen. En Colijn rijdt achter Dirk Ras. Je zit naast het wiel als het ware en je probeert de snelheid zo hoog mogelijk te houden. En als je het gas opendraait, dan kan het stormachtig hard gaan. Hier komt Lauritzen, die zoiets niet zo vaak doet. Hij rijdt achter Jan Jonker. En de Noor heeft er flink de sokken in. Het is een durfval, dat toont hij altijd eigenlijk al. En vandaag in Amsterdam kon het publiek van hem genieten. Wat deed hij lekker mee in die koers? Die niet zo lang was, 60 kilometer, maar er werd goed doorgekacheld. Walraven en Pieters. Bijna is Peter Pieters een Amsterdammer. Zwanenburger stellen wij Amsterdammers niet echt mee. Maar Pieters, ach, voor een beetje dus. En hij komt daar hard naar voren toe. Gaat achter Lauritzen aan. En zo heeft men een snelheid van boven de 55. En kijk, ze eens door die bocht komen. En dan komt Cornelissen weer naar voren toe. Michel rijdt achter Dickie Verdoren. Ook al een vedette op de Dernie. En ze gaan hier ongelooflijk hard door. En is het dan een Amsterdammer die gaat winnen? In Amsterdam? Uit de achterhoede, de beweging. Kijk naar de mooie stijl zoals die op zijn fiets zit. Breukink rijdt hier gegangmaard door Joop Seilaert. De Rotterdammer. Maar ach, daar kan je ook niks aan doen. En dan wordt Cornelissen bijgehaald. En krijgen we Breukink en Cornelissen aan de leiding in de finale van deze koers. Maassen, Nijdam en zo zien we die meer terug. Breukink trekt dan nog even hard door. En dan zijn we zo direct met nog een man op kop. Want daar komt Olaf Ludwig. Die voor de wedstrijd tegen Peter Post zei, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Hij rijdt achter Manfred Schmatke. En we hebben dus 3 man aan de leiding. Ludwig, Cornelissen en Breukink. En wie is dan de sterkste als het op een sprint aankomt? En die sprint zal gaan met een snelheid die dik en dik boven de 65 kilometer ligt. Dan gaan ze loeihard over het parcours heen. Hier zijn de posities ingenomen. Ludwig komt er als eerste uit. Breuking zit ernaast. Cornelissen is geklopt. Pieters ziet het helemaal niet meer. Die is op de ver afstand. En dan is het Olaf Ludwig die zijn vorm toont. En die net even voor Erik Breuking en Michel Cornelissen is. Daar komt Peter Pieters aan voor Maassen en Dag Otto Lauritzen. Een geslaagd criterium daar in Amsterdam. 12 profs, maar een hele hoop goede gedachten voor. Misschien wel een criterium der azen voor de toekomst.